Ik ben Linda. Ik ben natuurlijk gestopt als schaatser en ik ben nu nog in Insel. En ik heb van het weekend gekeken naar onze toppers die jullie straks ook gaan bekijken. Ik heb een blessure gehad en ben gevraagd om dit te gaan doen. Om jullie een inkijkje te geven hoe de schaatsers zich voelen, hoe ze naar de ijsbaan gaan, hoe ze toeleven naar een toernooi. Okay, het is vandaag een prachtige dag in Insel en de topteams die eigenlijk 80% die bereidt zich hier altijd voor. En ik ga je straks een stukje meenemen. De route naar de ijsbaan die zij afleggen, denk ik bijna elke dag hier om te trainen op deze mooie ijsbaan. Oké, jongens, ik zit nu bij Antoinette en Antoinette heeft net een 1500 meter gereden. Ja, we hebben er net inderdaad 2 weken hier gehad en goed trainingskamp gehad, leuke goede wedstrijden gereden. Vorige week ook een goede 3 kilometer. Vorige week reed Antoinette heel hard, ze reed 4:01. Dus dat belooft wat, jongens. Marcel, wat ga je zo doen? Schaatsen. Wat moet je schaatsen? 1500 meter. Heb je er zin in? Nee. Nooit. Nee, nooit. De meeste. En wat ga je allemaal rijden? Ik heb nog niet met Jakker over gesproken over 1000. Het wordt nog een verrassing, jongens. Dat wordt nog een verrassing. Maar sowieso de 1500 de kilometer en de 5 kilometer. Super. Heel veel succes. Hey, ik sta hier nu met Joy. En Joy heeft net een 500 meter gereden en een 3 kilometer. En Joy, hoe ging dat? Ja, 500 niet zo goed. Een beetje traag. Maar ja, knop om, gaan op die 3 kilometer. En dan ben ik echt wel blij mee. Laag van per, dus... Dat vind ik dus heel erg goed aan het begin van het seizoen. We gaan je aanmoedigen. Ja, leuk. Zo. Ik ga als oud schaatser, oud collega, ga ik proberen jullie zoveel mogelijk inkijkjes te geven van de schaatsers.